Oh, nou, dames en heren, goedemorgen. Wat fijn dat ik hier mag staan als burgemeester, maar ook als oud-wethouder. Ik was ooit ook wethouder en dat was in de gemeente Haarlemmermeer. En daar was ik wethouder van 1998 tot 2003. Dus dat ambt dat u vervult, daar heb ik veel ervaring mee opgedaan in die periode. En daar weer voor raadslid vanaf 1994. Dus nou, ik loop ook al een tijdje mee in het bestuur. In het lokaal bestuur. En dat heeft mijn hart ook enorm gegrepen. En ik begreep net, ik was net iets te laat voor de speech van de minister. Maar ik begreep net dat zij u heeft uitgeroepen als echt de basis van die lokale democratie, hè, de wethouders. Nou, ik geloof wel dat ik daar voor een groot deel bij kan aansluiten. Ik vind dat burgemeester ook nog wel een rolletje hebben in die lokale democratie. Maar dat wethouderschap, dat is een prachtig ambt. Ik werd net al geïntroduceerd, grote dank daarvoor. Ik hoop u vanochtend een aantal dingen te kunnen vertellen. Ik zal straks even zeggen waar het allemaal over gaat. Ik heb ook behoorlijk wat sheets meegebracht. Maar daar ga ik in redelijk tempo doorheen. Verschillende onderdelen komen langs, allemaal verband houdend met dat mooie ambt van wethouder. Want u heeft een prachtig ambt. U maakt onderdeel uit van het bestuur van een gemeente, van een dorp of van een stad. En heeft tal van mogelijkheden om samen met anderen richting te bepalen, ontwikkelingen in gang te zetten, zaken voor inwoners te verbeteren. Maar tegelijkertijd, en dat weet u misschien ook als geen ander, ik geloof dat de minister daar ook op in is gegaan, kan het ook een heel ingewikkeld ambt zijn. En in mijn bijdrage zal ik proberen enkele ontwikkelingen te schetsen en ingaan op het vandaag de dag zo belangrijke thema van samenwerking. Ik start met het schetsen van een beeld over besturen anno 2017. Dat zou dan zo moeten zijn. Ja, daar is die. Besturen anno 2017. Dan ga ik eens in op wat risicofactoren in uw ambt. Misschien is dat best aardig op zo'n mooie november morning om eens te kijken wat er nou zo allemaal zou kunnen gebeuren. Want de minister zei ook zoiets, geloof ik. Het kan zomaar zijn dat u morgenavond een raadsvergadering heeft die niet zo lekker loopt en de dag erop met de verhuisdozen staat in uw kamer om de boel leeg te halen. Dat gebeurt gelukkig maar weinig. Maar het kan wel, en daar is wel wat over te zeggen, over wat je daar dan, hoe je daar dan mee om zou kunnen gaan en ook wat je zou kunnen doen om een eventuele val tegen te gaan. Ik ga in op het samenwerken. Dat is van belang binnen en buiten de gemeente. Ik splits dat ook een beetje, zodat u dat een beetje kunt ordenen, ook voor uzelf. En ik ga in, dat is net al even aangekondigd, op anders formeren. Want de formatie komt eraan. Meerderheid van u wil door, hè? Begreep ik net. Hoeveel zijn dat, de mensen die echt na de formatie weer wethouder willen worden? Als u dat even zo... Ja, kijk, hier even zeg. Oh, dat is veel. Ja. Ik heb ook wel eens in mijn gemeente opgeteld wat de verwachting was van elke politieke partij als het gaat over de uitslag van de verkiezingen. En als je dat optelt, is de raad ook veel te klein. Dat zal ongetwijfeld voor het college soms ook zo zijn, maar ik wens u natuurlijk daarin het allerbeste. Ik hoop dat dat weer lukt. Ik ga er in ieder geval op in, op die formatieperiode en wat dat voor inspiratie kan opleveren. Het is een verhaal van mezelf, dames en heren. Een beetje uit de ervaring opgedaan van de afgelopen jaren, maar ook wel geïnspireerd door inzichten van de Raad voor Openbaar Bestuur. Die kent u misschien, daar ben ik al 4 jaar lid van, voor de tweede periode nu benoemd. En daar ben ik ook plaatsvervangend voorzitter. Voorzitter is Han Polman, de CDK in Zeeland. En als hij niet kan, dan zit ik dat voor. Het is een mooie club. Nadenken over openbaar bestuur is natuurlijk altijd mooi. En ik eindig dan ook met iets van de ROB. Dan even, dames en heren, besturen anno 2017. Even zo kijken, waar staan we nu? Waar gaat het over? Aan de ene kant zijn er grote opgaven waarvoor gemeentelijke bestuurders passende oplossingen moeten vinden. Werkgelegenheid, economische opgaven, decentralisaties, zorg voor huisvesting, onderwijs, veiligheid, strijd tegen criminaliteit, plotselinge toestroom van vluchtelingen die we gezien hebben. De lijst is lang en de opsomming is ook niet uitputtend. U bent daar allemaal op uw eigen terrein, in uw eigen gemeente mee bezig geweest. Aan de andere kant zijn de lokale samenleving en de bestuurlijke context sterk in ontwikkeling. Burgers roeren zich en zijn vaak kritisch over het functioneren van politici. Onveranderd hoog is het vertrouwen van burgers in de democratie. Daar mogen we ons gelukkig mee prijzen in Nederland, dat zo is. Maar het vertrouwen in de politiek of in politici is veel lager.
en schommelt al jarenlang zo rond die 50%. Dus de helft van de mensen heeft vertrouwen, de andere helft toch een stuk minder. En leden van de Raad voor Openbaar Bestuur, waaronder ik zelf, voerden vorig jaar in het kader van een onderzoekstraject gesprekken met raadsleden, met wethouders en met burgemeesters. En de vraag was hoe zij nou zelf tegen die ontwikkelingen in het bestuur aankijken. Ook veel wethouders hebben we toen gesproken. Misschien is het aardig om daar een paar dingen van aan u terug te leggen. Een paar conclusies. De geïnterviewden vonden dat het ambt transparanter, dynamischer en complexer is geworden. Het werk houdt nooit op, zou je kunnen zeggen. Het licht gaat nooit uit. En daarnaast, en dat is de tweede hoofdlijn, zijn er veel tegengestelde verwachtingen waar je op je eigen manier ook invulling aan zou moeten geven. Of je dat nou als raadslid moet doen, als wethouder of als burgemeester. Aan de ene kant moeten bestuurders robuust zijn. Dat wordt gewaardeerd. Die moeten lef tonen en weerbaar zijn. Maar ook empathie en wendbaarheid tonen tegelijkertijd. En hier blijkt dat er steeds meer zowel politieke als bestuurlijke vaardigheden nodig zijn. Die haal ik ook echt wel uit elkaar. Politiek gaat het om de doelen. Om de kant die je op wilt. En bestuurlijk gaat het dan om de manier waarop je die doelen bereikt. Waarop je de kant die je op wilt ook ingaat. In wisselwerking met de eisen die de omgeving daaraan stelt. Wethouders, even naar uw doelgroep toe, moeten ook goede managers zijn. Vasthouden aan de eigen koers. Maar ook interactief zijn. Zorgen of waarschuwingen uit de omgeving serieus nemen. Kortom, openstaan voor wat anderen vinden. Dat hoort er ook enorm bij. En dat heet in de literatuur tegenwoordig met een mooi woord interactief democratisch leiderschap. Dus dat dient u te tonen. Interactief democratisch leiderschap. En verder vinden de geïnterviewden in die ronde die wij deden met de ROB dat de personalisering van het politieke ambt is toegenomen. Je moet telkens opnieuw zelf in concrete situaties uitvinden wat past. Zowel inhoudelijk als wat betreft je eigen rol in dat proces. En het eigen vermogen tot afwegen en oordelen wordt op de proef gesteld. Wat betreft de vereiste competenties komt het dan neer op communicatieve vaardigheden die enorm van belang zijn. Kunnen omgaan met sociale media, rolvast zijn, nieuwsgierig zijn, planmatig kunnen werken. Maar vooral ook verbindend vermogen hebben als kerncompetentie. Dat was een van de zaken die de ROB heeft opgehaald uit die gesprekken. Ik kom daar later nog wel op terug. Dat advies dat daar is uitgekomen heet overigens niet alleen een ambt, ook een ambacht. Zo heet het. Als u dat op de ROB-site opzoekt, kunt u dat zo downloaden om dat nog eens te lezen. Kort samengevat kun je zeggen dat de kwaliteit van het lokaal bestuur bepaald wordt door vele factoren. Systemen, structuren, processen zijn belangrijk, maar ook omgangsvormen, bestuurscultuur en de manier waarop bestuurders en politici invulling geven aan hun ambt. En gelukkig gaat dat in heel veel gevallen goed. Want er zijn in Nederland veel uitstekende bestuurders, veel uitstekende wethouders. In deze zaal zitten er ook heel veel uitstekende wethouders. Wat zeg ik? Hier zitten uitsluitend hele goede wethouders. Maar het gaat ook wel eens mis. Dan kunnen we zien, dat zien we aan het feit dat er regelmatig bestuurscrisis uitbreken en bestuurders, wethouders voortijdig moeten vertrekken. Ik heb even gekeken in 2016, het laatste jaar dat we dat nog weten, dit jaar wordt nog bijgehouden, ging het om 116 wethouders die voortijdig om politieke redenen het ambt moesten verlaten. En het is interessant om te kijken welke factoren daar dan een rol bij spelen. Als je weet wat ik net zei, dat die verbindende kwaliteiten kerncompetentie zijn, als je weet wat er op je afkomt en iedereen geeft er op zijn eigen manier invulling aan. Hoe komt het dan dat het soms toch niet goed gaat en zou je daar wat aan kunnen doen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Daar zou eigenlijk onderzoek naar moeten worden gedaan. Dat bedacht ik een aantal jaren geleden, dus dat heb ik pas in de gelegenheid om dat zelf op te pakken. En daar wil ik u wel iets over vertellen. Ik ga er een beetje sneller doorheen. En ik sta hier niet om mijn eigen onderzoek aan te kondigen. Maar als ik dat nu zo doe, dan kunt u straks de resultaten die de revue passeren ook even iets beter plaatsen. Dus ik ga eventjes in wat sneller tempo door dat onderzoek heen. Dit is het boek geworden. Ik heb het bestuurlijk gedonder genoemd. Onderzoek naar bestuurlijke probleemgemeenten. Ik zal straks zeggen wat dat zijn, bestuurlijke probleemgemeenten. Dan kunt u daar nog even aan wennen, zeg maar.
Misschien bent u daar ook wel zelf actief. Dat zou kunnen. Misschien was u daar wel zelf actief. Dat kan natuurlijk ook. Eén zaak wel. Het onderzoek eindigde in 2010. Dus het zou heel goed kunnen dat die gemeenten die ik zo meteen noem alweer op een andere manier in elkaar zitten en veel minder bestuurlijke problematiek laten zien. Ik zocht dus naar een verklaring waarom het misgaat met gemeentebestuurders. En was vooral geïnteresseerd in waarom het in sommige gemeenten zo vaak misgaat. Want ik denk, daar zou je dan de grootste en belangrijkste lessen uit kunnen trekken. Die je dan ook kunt vertalen misschien naar wat algemenere rode draden waar iedereen wat aan heeft. Ik werd eigenlijk getriggerd door dit type koppen in de kranten van destijds. Hè. Gemeentebestuur, Delfzijl, overal onrustbevolking. Inwoners hebben überhaupt altijd een hekel aan een bestuurscrisis. Hoor. Dus realiseert u zich dat als u er middenin zit. Hè. Inwoners vinden dat niet fijn. Hier iets over gemeente Wieringen. Ik heb eens even gekeken, hoe vaak komt dat nou voor? Is daar nou wat over te zeggen? Dus wat ik gedaan heb, is eigenlijk alle gemeenten aangeschreven en gezegd, zou u mij eens kunnen vertellen hoeveel wethouders en burgemeesters er gedwongen zijn vertrokken? Dat bleek een ingewikkelde vraag. Want dan zegt men al snel, wat is dan gedwongen? Die definitiekwesties bespaar ik u nu eventjes. Uiteindelijk kwam er van elke gemeente een resultaat uit. En dan zie je dit. 699 wethouders en burgemeesters in 12 jaar. En 227 colleges van BMW zijn gevallen. Daarna zijn ze ook weer opgestaan. Hè? Er zijn ook weer nieuwe colleges gevormd. Nieuwe partijen hebben dat gedaan. Maar dit was wel het beeld. Opvallend wel. Dualisering. Hè? Dualisme, zeggen sommigen wel. 2002. Daarna is het wel toegenomen. Trek het door. Dan komt u in 2016, ziet u dan, zei ik net, 116 staan. Dus dat zit dan ook wel weer in die hogere regionen. Het plan heb ik om het dus op te pakken weer na de verkiezingen. Dan zijn we weer 2 keer 4 jaar verder. En dan zou je kunnen kijken of dit beeld zich nou verder verzet. Ik heb al die gegevens nog, dus dat zou moeten kunnen. Maar ja, tussen droom en daad staan tijd. Problemen in de weg. Daar heb ik uit die brei aan gegevens clustering aan gebracht. En gekeken, als je nou naar individuele gemeenten kijkt, wat zie je dan voor beeld? En dan zie je het volgende. Je hebt gemeenten die zijn gewoon bestuurlijk stabiel. Ook gemeenten waarin die 12 jaar daar nog nooit sprake van was geweest. Van een burgemeester of wethouder die weg moest. Je hebt ook gemeenten die hebben wel iets. Maar noem dat maar een gemiddeld vertrek. Hè. Het kan een keer zo zijn dat een wethouder niet op zijn stoel zit, of dat een burgemeester uiteindelijk toch niet lekker matcht en dat daar een probleem ontstaat. Niet iedere keer is dat vreselijk. Je hebt gemeenten met een onrustig jaar. Misschien herkent u dat ook wel eens, dat het een bepaald bestuursjaar gewoon heel erg moeilijk ging en er heel veel gebeurde. Je hebt ook gemeenten die zo nu en dan een vertrek hebben. Ik heb dat maar structureel incidentalisme genoemd. Er was niet zoveel over te zeggen. Waarom dat dan in één jaar, in 2004 en dan weer in 2006 en dan nog eens een keer eentje in 2009. Maar iedere keer was er wel wat. Dus die hebben er maar zo geduid. En je hebt bestuurlijke probleemgemeenten. Daar was iedere collegeperiode in ieder geval sprake van vertrek. En in ieder geval in één van die onderzochte perioden echt een grote crisis waarbij het hele college weg moest. En die zijn er ook. Welke zijn dat dan? Althans, welke waren dat dan? Ik moet het wel in de verleden tijd plaatsen, want dat kan anders zijn. Hè? Want u gaat natuurlijk straks misschien gemeenten zien waar u nou zelf werkt. Dat denkt dan echt niet. Maar dat was in die periode toch echt wel zo aan de orde. Dit zijn ze dan. Oh ja, die moet nog even tussen. Dit is dan die top, hè? Bestuurlijke probleemgemeente. Dat was de top van de ranglijst. Bestuurlijke rampjaren, minimaal 2 perioden, collegecrisis. 1 keer ernstig. Dan heb je ze. Dit zijn ze. Ja. Zijn de bestuurders die in deze gemeente werkzaam zijn? Nee. Ze zijn allemaal weg. Nou. Alright. Het zou heel leuk zijn natuurlijk om te kijken of die top van de ranglijst nu in 2018, april, mei, wilde ik dat eigenlijk eens gaan proberen. Of die veranderd is. Dat is hij hoor, dat is hij. Want er zijn gemeenten bij waar nu in die afgelopen jaren eigenlijk veel meer stabiliteit is gekomen. Er zijn ook gemeenten bij die misschien nog steeds wel scoren in die ranglijst.
We'll see about that, maar dit is wat het is. Toen ben ik aan de slag gegaan en ben ik eens even 4 case studies gaan doen. Ik ben in Delfzijl geweest, in Den Helder, in Zundert en in Leiden. Om te kijken wat is daar nou op het individuele niveau van die gemeente gebeurd. En ik heb gekeken naar een aantal factoren die u niet hoeft te onthouden, maar dan snapt u een beetje hoe ik de aanpak heb gedaan. En dan kom ik straks voor de resultaten, dan sluit het plaatje zich wel. Ik heb gekeken naar microfactoren. Wat zijn dat dan? Dat zijn factoren die te maken hebben met de persoon van de bestuurder zelf. Het kan natuurlijk zijn dat de burgemeester of een wethouder zo dermate onhandig aanpakt, dat hij eigenlijk iedere vergadering wel problemen heeft. En dat gaat op een gegeven moment niet goed. En als er dan een ander komt, dan zie je dat het weer beter gaat. Dat kan rond de burgemeester zitten, dat kan rond de wethouder zitten. Dan heb ik gekeken, en dat zijn belangrijke factoren, naar mesofactoren. Dat gaat veel meer in de relaties tussen verschillende gremia. Dan heb je het over invloedfactoren die inwerken op de val en te maken hebben met collectiviteiten, verhoudingen en interacties. Tussen wie dan? Nou, binnen het college kan dat zo zijn. Hè? Sommige crises zijn echt binnen een college ontstaan en heeft de raad met verbazing naar gekeken waarom dat in een college niet goed gaat. Het kan natuurlijk ook tussen college en ambtelijke organisatie mislopen met uiteindelijk een crisis tot gevolg. Vaak zie je hem ook tussen het college en de gemeenteraad wel gebeuren. Binnen de fracties kan er iets zijn waardoor, dat heb je in Gouda laatst meegemaakt, vorig jaar, waardoor er ineens toch een probleem ontstaat. En die heb ik onderzocht. En dan hebben we de macrofactoren. Dat zijn de lastigste. Want die zijn het minst makkelijk te beïnvloeden. Dat zijn factoren die te maken hebben met de politieke structuur en cultuur in de gemeente. Nou, een van de burgemeesters die ik sprak in die moeilijke gemeente zei, bij ons zit het in het behang bijna. Hè? Iedere keer is er wel wat. Er zit een cultuur van agressiviteit bijna in de raad. Hè? Het is altijd op de mannen, het is nooit op de bal. Dat soort dingen kwam eruit. Het kan ook te maken hebben met de demografische structuur. In Den Helder is er een invloed van de marine daar in de raad. En daar werd mij gezegd dat die marineofficieren, die wonen niet in Den Helder, die wonen eromheen in de wat grotere huizen. Maar het personeel dat in marinedienst moet luisteren, woont in Den Helder en gaat dan de raad in en zegt, en nu zijn wij de beurt. Ja, dus luisteren nergens naar, al helemaal niet naar de burgemeester en naar de wethouders. Of dat nou waar is, weet ik niet. Maar het werd wel in Den Helder als een zeer plausibele, zeer plausibele uitleg ervaren. Dat gaat over bestuurscultuur. Misschien weten we allemaal, als je bestuurscultuur wil veranderen, doe je dat niet binnen een week of binnen een maand. Er zijn echt hele lange trajecten voor nodig. Het gaat over de bestuursstructuur. Over hoeveel raadsleden hebben we en hoeveel fracties zitten daarin, in die raad. En als het er heel veel zijn. Een factor die ik altijd bereken is, is 3, zeg maar. Dus als u het aantal raadsleden even in uw hoofd neemt en u deelt dat door het aantal fracties, en u komt onder de 3, dan moet u een beetje opletten. Dat is eigenlijk, want dan kan het zomaar een spanning opleveren. Ja, er zitten heel veel gemeenten onder de 3 volgens mij inmiddels, met al die afsplitsingen en zo. Maar alright, dat is een punt. En de invloed van de media werd altijd genoemd. Hè? Uiteindelijk werd gezegd, het niet zozeer de schuld van de politici zelf, maar van de media. Nou, case studies gedaan, fotootje wat ik allemaal heb doorgeploegd. Waar is dit? Zundert. Wie zijn dat? College van BMW Leiden, ooit eens. En dat is Delfzijl. Dus daar ben ik geweest. En dan is het interessant, want nu bent u weer bij, wat zijn nou de conclusies? Er is geen eenvoudige conclusie. Het komt niet door één factor. Want als dat zo zou zijn, dan hadden we daar veel minder last van dat vertrek in gemeenten, van die bestuurlijke problematiek. Het is natuurlijk toch een samenspel van dingen. Die macrofactoren die waren in al die gemeenten die ik heb onderzocht aanwezig. Dus de bestuurscultuur was moeilijk, de bestuursstructuur was versplinterd. Media zaten er bovenop, die waren er wel. Maar je had ook in die gemeente wel rustiger periode, dus dat gaf niet altijd spanning. Wanneer dan wel? Dat gaf spanning bij microfactoren, dus bij wethouders die dan net niet lekker in hun ambt zitten, problemen hebben. Dat gaat in zo'n gemeente veel sneller mis dan in andere gemeenten. Als de dempende factoren veel minder zijn, gaat dat mis. En het zit hem uiteindelijk in de relaties die je hebt. Dan kom ik op het thema van uw congres van vandaag. Samenwerking is echt van wezenlijk belang
ook om dit type vraagstukken goed het hoofd te kunnen bieden. Op welke momenten moet je daarop letten? Wanneer? De mate van binding tussen coalitiepartijen is natuurlijk van belang. Die samenwerking gaat enorm. Wanneer stijgt de barometer? Wanneer wordt het weer slechter? Wanneer moet je denken, nou moeten we echt met elkaar eens even gaan praten, anders gaat het fout. Dat zou je kunnen zien halverwege de periode. Dus mocht u terugkeren, let u dan een beetje op in 2020, zeg maar. Waarom is dat? Je ziet het in die hele lijn die ik had terug. Halverwege de periode neemt gewoon de spanning wat toe. Dan wordt er wat onrust ervaren in sommige fracties. Die zeggen, hebben we nou wel genoeg bereikt tot nu toe? Gaat het allemaal wel goed? Komen we wel voldoende uit de verf? Dus dat komt terug op de wethouder. Die moet ook dan ineens van alles extra gaan doen. Terwijl die al lekker in het college zit en bezig is met het collegeprogramma. Dus dat kan gewoon spanning opleveren. Zeker in gemeenten waar die factoren toch al wat ingewikkeld zijn. Bij moeilijke kwesties. Dan gaat het niet over de persoon, maar gaat het over een kwestie. Je kunt ze allemaal denk ik zo noemen. Kwesties waarvan u denkt, die leggen spanning bij mij in de raad. Dat is een lastige. Daar hebben we in het college handen vol aan. Daar hebben we in de gemeenteraad handen vol aan. Daar liggen de verhoudingen gewoon nog moeilijk. Nou, dat is reden om op te letten. En, ben ik weer over verkeerde. Die moet ik hebben. Ja. En gemeenten met lastige macrofactoren moeten voor zichzelf maar even bekijken of dat bij u zo is. Waarin die cultuur heel moeilijk is. Een van de wethouders zei, iedere raadsvergadering ervaar ik als de botsautootjes waar ik geblinddoekt inga. Dat is toch een uitspraak die je dan doet. Ik zal niet zeggen welke gemeente dat is. Ik weet niet of u dat ook zo ervaart als wethouder. Maar als dat wel zo is, dan zou ik zeggen, probeer daar mee om te gaan, op te letten en die macrofactoren een beetje in beeld te hebben. Hè. Het helpt ook goed om er eens over te na te denken. En dan is het natuurlijk interessant de vraag, kunnen we wat aan doen? Is dan het idee, daar kun je wat aan doen. Niet altijd, hè. Ik zei net al, ook in Gouda hebben we een crisis gehad vorig jaar. En dan zou je toch zeggen, nou, dat zei sommige kranten ook. Nou, burgemeester, staat wel in die verhalen te vertellen. Maar in Gouda gebeurt het ook. Ja, dat is zo. Je kunt het niet altijd tegengaan. Soms zijn er krachten bezig die niet meer te temperen zijn. En dan zijn er weer andere motieven misschien om tot iets te komen die niet met deze wat meer rationele aanpak te lijf gegaan kunnen worden. Het gaat om een algemene lijn. Dus garantie tot de deur, zeg maar. Maar u kunt wel een beetje nadenken over, kunnen wij daar nou wat mee? Binnen het college of binnen de raad. Waar gaat het dan om? Dit heb ik gezien. Doe zaken aan de collegetafel en niet erbuiten. Dat gebeurde nog vrij vaak, hoor. Dat er toch een afspraak was binnen een college. En dat je dan dacht, later hoorde, oh ja, we hebben er nog even over gehad. We gaan het toch anders doen. Dat is voor een burgemeester lastig. Maar dat lijkt me ook voor wethouders die daar dan niet bij zaten heel lastig. Hè? Doe ze ook niet voor het college. Ook vervelend, dat je dan aan de collegetafel zegt, ja, we hebben het erover gehad, zo geregeld, volgende punt. Ja, dat is ook wel een dingetje. Probeer het teamwork te laten plaatsvinden aan die collegetafel zelf. Dat bindt enorm. Investeer in persoonlijke relaties. Ik heb dat zelf ook geleerd in de jaren. Ik deed dat misschien ook wel wat minder dan ik het nu doe. Omdat dat wel heel belangrijk is. Je moet het samen doen, ga eens met elkaar eten, ga eens eventjes, loop eens binnen. Dan heb je al veel meer en veel makkelijker een band, ook als dat lastiger is. Het klinkt misschien wat voor de hand liggend, maar het gebeurt toch echt nog weinig. Help elkaar met lastige dossiers. Er komt politiek om de hoek kijken. Hè? Maar toch heb ik wel de indruk dat als er lastige dossiers zitten en er is een goed team, het college vormt een goed team, dat men met elkaar denkt, hoe kun je dat nou zodanig brengen dat iedereen daarin uiteindelijk zijn ei kwijt kan. En dat de wethouder verder kan. Dat je weet dat het land ook goed in de raad, ook bij de fracties die het college vormen. En dat zou enorm helpen. Laat je niet overvallen. We hebben allemaal een antenne. Een politieke antenne. En zet hem aan, hè, altijd. Want de kleinste dingetjes kunnen zomaar ineens toch tot iets leiden. En dat hoeft niet altijd. Maar soms laat het je niet overkomen, zeg maar. Dat is toch wel een les. Heb het erover ook met anderen. Van, joh, ik hoor wat gerommel over dat en dat onderwerp. Moeten we daar wat mee? Moet ik me daar zorgen om maken? Of valt het allemaal wel mee? Je kunt ook dingen oppikken. Je zegt, hey, mensen vinden iets belangrijk en het gebeurt nog voor voldoende. Kom er zelf mee. Dat kan ook proactief, kan ook heel goed werken. Hou de lijnen in de coalitie kort. U zag net staan, de coalitie-fractievoorzitters moeten iets met elkaar hebben. Wel belangrijk, hoor, want als dat uit elkaar gaat, dan heeft het college er last van. Heeft de coalitie er last van. Maar ook binnen de coalitie, coalitieoverleg. Dat kan enorm helpen om zaken rustig met elkaar te bespreken.
En dan word je ook niet overvallen als een partij een keer iets anders in een raad doet. Hè. Ieder raadslid zit daar voor zichzelf, zonder last. Mag besluiten wat men wil, maar het is handig als je het weet. En houd tenslotte wel oog voor de hele raad. Want er zijn ook leden die geen coalitiebinding hebben. En oppositiepartijen. En er zit er wel één raad. En het helpt je enorm als je daar ook in investeert. Uiteindelijk moeten alle raadsleden over dezelfde manier over de informatie kunnen beschikken. Geen verrassingen, minder ongelukken. Dus mocht er iets zijn, vertel het elkaar even. Dan kun je elkaar een beetje helpen. En dan gaat dat echt beter. Ik ga dat doen. Nog eens kijken of het inderdaad zo is. Of er in sommige gemeenten die ik heb onderzocht een verbeterslag is aangebracht. En waar dat dan door komt. Dit is wat je kan doen. En het komt eigenlijk hierop neer. Zoek die samenwerking op alle fronten op binnen je eigen gemeente. Mocht u denken, die sheets vind ik handig, dan kan ik ze wel zorgen dat ze naar uw vereniging toekomen hoor. Dat is natuurlijk geen probleem. Ben ik nog een beetje? Ja, gaat goed. De ROB, waar ik net over sprak, hè? Die mooie club. Kijk ook eens op de site, allerlei interessante, vind ik zelf, onderzoeken. Niet alleen van de periode waar ik dan bij betrokken was, maar ook van verder voor. Waar echt hele leuke, mooie analyses zijn gemaakt. ROB heeft ook iets gedaan met uw ambt. De titel was niet alleen een ambt, ook een ambacht. Ik heb er net al iets over gezegd. En de ROB voegt eigenlijk nog een aantal aanbevelingen toe. Aan de aanbevelingen die ik nu zelf vanuit mijn eigen onderzoek heb gedaan. Blijf naar buiten kijken. Dus kijk niet alleen dan binnen die raad en die antenne, maar hou hem ook buiten in de samenleving. Probeer zo open mogelijk te zijn voor nou, mensen met wie u werkt, mensen in uw dorp, in uw stad. En neem tijd voor professionalisering en ontwikkeling. Dat is echt van belang. Zo'n vereniging als deze, zo'n dag als deze, zelfs twee, hè, en een congres. Je hebt heel snel de neiging natuurlijk toch om te zeggen, nou ga ik even niet heen, ik heb nog weer andere dingen, druk. Het is wel van belang, ja. De wethouders die ik gesproken heb, die moesten vertrekken. En de burgemeesters ook, hebben toch vaak gezegd, ik was toch te veel bezig in de waan van de dag, hè. Ik ging toch te veel mee in die rat race, zeg maar, om dingen rond te breien, van afspraak naar afspraak. Geen tijd om eens even na te denken, wat wil ik nou eigenlijk zelf? Wat wil ik met deze afspraken bereiken? Wat doe ik ermee? Wel van belang om dat te doen. Laat je scholen. Ik begrijp dat de minister die hier was ook een warm pleidooi heeft gehouden om die ontwikkeling, die scholing goed op peil te krijgen. Ik weet dat ze ook naar raadsleden kijkt, want dat is natuurlijk ook van belang om die op een goede manier hun werk te laten doen. Maar voor wethouders geldt het net zo. Voor burgemeester is het mooi geregeld. We hebben dat fonds via het ministerie van Binnenlandse Zaken, een heel scholingsprogramma. Ik zou het heel fijn vinden als voor wethouders ook op die manier iets voor elkaar kan worden gebracht. Om juist die competenties die ik net benoem ook weer verder te trainen. Nou, dames en heren, dat was mijn onderzoek. En dat gaat dan over samenwerken binnen en ook binnen uw eigen stad. Maar er is ook nog een stap te zetten. En dat gaat dan over samenwerken in de regio. Het leek mij goed om over regionale samenwerking ook een aantal dingen te zeggen. Want steeds meer zaken, denk aan de energietransitie, vraagstukken op de arbeidsmarkt, zorg, vraag om een aanpak die alleen gezamenlijk gedaan kan worden. En nu komen we aan het meest spannende deel van de presentatie. Doet hij het? Ja. Het gaat over samenwerking. What do you do? Die kwam ik op internet tegen, een filmpje over samenwerken en met name over de vraag, hoe kom je nou de uitdagingen, dit was een bedreiging die van buiten kwam, die door ja, een hele eenvoudige vorm van samenwerking toch werd gepareerd. Hoe zorg je er nou voor dat die uitdagingen te lijf kunnen worden gegaan in samenwerking met anderen? Daar een paar dingen over en dat gaan we even naar die VNG Denktank, maar daar kom ik zo meteen op. En dat is ook gelijk het actieve deel, u kunt daar straks ook een bijdrage aan leveren. Met straks natuurlijk de komende weken en maanden. Regionale samenwerking, dames en heren, bestaat al lang. Ik ken ook geen enkele lokale bestuurder die het belang van regionale samenwerking nog ter discussie stelt. De waardering verschilt wel misschien.
Dat zou kunnen. Hè. De een ziet regionale samenwerking als een kans om maatschappelijke opgaven beter op te pakken. De ander beschouwt het wellicht als noodzakelijk kwaad. Of iets ertussenin. Dat kan natuurlijk ook. Maar het belang van regionale samenwerking is evident. En in menig coalitieakkoord, waar u waarschijnlijk zelf betrokken bent geweest bij de totstandkoming daarvan, en het zal ongetwijfeld ook bij de komende akkoorden in april, mei weer prominent zijn, is aandacht voor het thema regionale samenwerking. Net als in gemeentelijke programmabegrotingen, beleidsdocumenten, strategische agenda's of enige andere richtinggevende documenten. Ook het nieuwe regeerakkoord staat het. En misschien heeft u dat gelezen inmiddels. Allemaal wel, denk ik. Even gekeken wat daar nou in staat. Er is geteld hoeveel keer het woord regio daar nou in staat. En het was in het vorige kabinet 17 keer. In het kabinet nu, dat dan nu gekomen is, daar staat het woord samenwerking, nee, het woord regio moet ik zeggen, 79 keer in. Dat is een substantiële toename. In een enkel geval gaat het om opvang in de regio. Ik geloof dat men daar iets anders mee bedoelt, met regionale samenwerking. Die regio's liggen elders in de wereld. Maar het is maar een enkele keer. En de meeste keren gaat het over de regio waar wij dan mee te maken hebben. Onze eigen regionale samenwerking. En dat is echt een toename. Het Rijk doet daar ook veel aan. Het gaat om veel terreinen, hè, van zorg tot wonen, tot verduurzaming van de gebouwde omgeving, openbaar vervoer. En het Rijk stelt 900 miljoen beschikbaar voor de aanpak van regionale knelpunten. Dus het Rijk, het kabinet, erkent regiovorming als belangrijk. Dat is mooi. Nu moeten we nog tot handelingsperspectief komen. En wat mij betreft gaat het dan om de opgave voor het lokaal bestuur in de regionale samenwerking. Het Rijk kan en moet een aantal zaken misschien anders doen, maar dat geldt evenzeer voor ons, voor burgemeesters, voor raadsleden en vooral voor wethouders. Ik denk dat het belangrijk is dat we regionale samenwerking op een next level gaan brengen. En het is nodig, wat mij betreft, om op een andere manier te kijken daarnaar. Het is nog te veel geweest, is mijn overtuiging, een samenwerking tussen overheden. In sommige gevallen zie je ook wel het triple helix ontstaan, hè, met bedrijven, met onderwijsinstellingen. Maar ik denk dat we daar echt nog weer een stap verder moeten brengen. En daar echt naar een soort systeem, naar een soort structuur moeten komen om dat echt veel meer vanzelfsprekend te laten zijn. Onze inwoners vragen dat van ons. Zij willen adequate oplossingen voor vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen. Ondernemers vragen het, maar ook maatschappelijke partners. Die zien dat oplossingen soms wel heel langzaam komen of zelfs in het geheel uitblijven. En hoe doe je dat dan? Waar wordt dan aan gedacht? Nou, daar is de vierde VNG Denktank mee bezig. Momenteel. Ik ben daar voorzitter van. Dat draait al een tijdje. En die Denktank is een telkens van samenstelling wisselende commissie die zich buigt over een actueel thema. Dat gebeurt in opdracht van het VNG Curatorium. Daar is Job Cohen voorzitter van. En het thema is dan nu regionale samenwerking. Maar we hebben wel gedacht, we moeten eigenlijk wel iets concreter maken. Kunnen we niet één concreet thema pakken? Dat thema wordt de arbeidsmarkt. Dus daar zijn we mee bezig. En de opgave is hier heel concreet om samen te werken in de regio, maar niet alleen met gemeenten, maar met een groot aantal andere partijen. Er zijn veel meer partijen die een rol spelen daarin. Denk aan bedrijven, inwoners, opleidingsinstituten, kennisinstellingen, noem ze maar. En allemaal willen die partijen iets maken van die regionale samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt en economische kracht ontwikkelen en tegelijkertijd die arbeidsmarkt verder brengen. Dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dat zijn twee van die vliegwielen en we hopen ze eigenlijk allebei aan het draaien te krijgen. Dat is de opdracht. En wanneer gaan we dat nou presenteren allemaal? Dat zal gaan gebeuren op het VNG-congres in juni. Dus dan ziet u mij hoogstwaarschijnlijk weer op een wat groter podium nog om de resultaten van die VNG-denktank met u door te nemen. Tot nu toe hebben we de opdracht geformuleerd en zijn we druk bezig geweest. In die denktank zitten vertegenwoordigers van allerlei instellingen. Noem het maar, provincie en Rijk zitten erin, maar ook de afgevaardigden van VNO-NCW, UWV, onderwijsbranche. En dat is multidisciplinair en we werken samen met onderzoekers van de NSOB, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, en de Erasmus Universiteit. Er zijn bijeenkomsten geweest inmiddels en er is nu een ronde bezig in de regio's om te kijken wat daar nou in die regio's gebeurt waar we lessen uit kunnen trekken. Een beetje een parallel met dat onderzoek van mij over gemeenten gaan we nu in regio's kijken. Ik sluit ook niet uit dat een van die regionale samenwerkingsverbanden waar u in zit daar ook bij hoort. Want onderzoekers reizen van de Dairy Campus in het noorden
In Friesland is dat naar de Cleantech regio in het midden en het oosten van het land. Naar de Economic Board in Utrecht. En dan door naar de Drechtstreden en naar Zeeland waar ze zijn geweest. Dus het geeft een heel mooie scope. En er is nog ruimte voor toevoeging van regio's. Dus als u zegt, kom nou eens even bij mij kijken. Want we zijn met iets bezig waarvan wij denken dat het hele land daar wat aan kan hebben. Laat het weten. U heeft die uitnodiging om mee te denken. En dat kan ook op andere manieren. Volgende week is de G32-bijeenkomst. Misschien dat sommigen daar ook naartoe gaan. Dan hebben we het erover. En ook op 1 december is de bestuurdersdag van de VNG. Is er 's middags een ontbijtbijeenkomst, een lunchbijeenkomst. Waarin we ook op dit thema ingaan. Concreet is de bedoeling handelingsperspectief te bieden. Zodat wethouders, misschien met u dat van straks, die voor die taak staan. Hoe pak ik die regionale samenwerking nou ook op? Uit de samenwerking binnen de gemeente, met het college, met de raad, met de inwoners, met de andere gemeenten en andere partners. We hopen nu daar handelingsperspectief voor aan te bieden. Dan, dames en heren, mijn laatste sheet. Ik heb gesproken over wat in uw eigen gemeentehuis, wat u daar kunt doen om door middel van samenwerking resultaten te boeken. Het ging over samenwerking in de regio, daar ben ik nu mee geëindigd. En ik eindig met inspiratie, toch weer even terug naar de tijd van nu, voor het komend formatietraject. Daar werd net al even op gewezen. De ROB is groot voorstander van het zoeken naar nieuwe manieren om tot coalitie- of raadsakkoorden te komen. En veel gemeentebestuurders blijken daarin ook erg geïnteresseerd te zijn. Dus wat gebeurt er? Er wordt gewerkt aan een inspiratieboekje. Daarin staat opgehaald van 10 gemeenten die op een andere manier in 2014 zijn bezig geweest met een coalitieakkoord, met een raadsakkoord misschien. Daarin staat hoe dat gegaan is, wat het heeft opgeleverd en wat voor adviezen, tips zij dan hebben. Ik denk dat het heel leuk is, ook voor uzelf, om daar eens naar te kijken. Wanneer is het af? In gesprek met 10 gemeenten, VNG en Code Oranje, dat is die club van Bert Blaas, nu burgemeester in Heerhugowaard. Die heel erg probeert om op nieuwe manieren, nieuwe manier van democratie te ontdekken. Dat is klaar op 21 februari. Dan wordt het gepresenteerd bij de VNG. En zal het ongetwijfeld op de site staan. Misschien leuk. Misschien kunt u zich informeren over dit boekje. En eens gaan opzoeken of er dingen in staan waar u iets mee kunt. Wellicht levert het de basis op voor een vernieuwende, op samenwerking gerichte nieuwe bestuursperiode. Ik wens u allen veel succes in de komende periode en ik dank u zeer voor uw belangstelling. Dankjewel voor het uitgebreide, dat bedoel ik niet negatief over, het uitgebreide betoog over samenwerking niet alleen binnen je eigen college, maar zeker ook binnen de regio. Waar ik even benieuwd naar ben, op basis van het inspiratieboekje gaat er zo meteen in Gouda gaat er ook een college geformeerd worden. Althans, dat hopen we dan maar. En ik hoop dat het ook iets sneller gaat dan dat het landelijk nu gebeurde. Dan zitten er straks 4, 5 wethouders zitten er bij jou om de tafel. Wat is de eerste tip, als je het hebt over teamspel en samenwerking, wat is de eerste tip die je op dat moment aan die nieuwe wethouders meegeeft? Ja, ik ga dit in Gouden bespreken binnen het college, als het boekje er is, om het eens door te nemen. Maar niet alleen met de collegeleden, maar natuurlijk ook met de fractievoorzitters, misschien wel met de lijsttrekkers, die 11, 12 man en vrouw die we straks gaan zien. De eerste tip zou zijn, probeer eens na te denken over een akkoord waarin je niet al bij voorbaat de coalitie tegenover de oppositie plaatst. Want ik heb dat nu 2 keer zien mislukken in Gouda, waardoor dat wel is gebeurd. En dat is wel heel jammer, want dan zit er gelijk een soort spanning in zo'n gemeenteraad die er eigenlijk niet in hoeft te zitten. Ik denk dat het mogelijk zou kunnen zijn om politiek te bedrijven en je eigen standpunt naar voren te brengen, zonder dat gelijk in die coalitie-oppositie-mal wordt gewrongen. Ja. Dat je zoekt naar thema's die we allemaal belangrijk vinden, daar dan vervolgens invulling aan geeft. Best lastig, maar goed, we laten ons inspireren door het boekje. Ja, en zoek je ook nog hulp, dat is een groot woord, maar zoek je ook nog ondersteuning om die 4 mannen of vrouwen hopelijk op enige manier ook echt een team te laten worden? Help je ze daar ook bij? In het college bedoel je? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, want dat is natuurlijk het tweede. Je moet echt investeren. Dat is voor burgemeesters ook van belang. Ook mevrouw de voorzitter, als u dat straks bent, gelijk aan de slag. Vanaf het begin moet je eigenlijk zorgen dat het college als een team gaat draaien. Dat is belangrijk. Daar heb ik een paar dingen voor meegegeven. Maar ook investeren in de raad. Hè. Dat geldt voor burgemeesters, maar ook voor wethouders. Hoor. Om niet alleen naar de eigen fractie te gaan of naar de coalitie, maar ook eens even wat breder te kijken. Wordt vaak heel erg gewaardeerd.
Ik ken niet alle afzonderlijke situaties hoor. Misschien denkt u wel, nou bij mij niet. Maar goed, probeer toch eens te kijken of dat wat zou kunnen doen. Dat is ontzettend van belang. En daar kun je met externen ook heel veel aan hebben. Ja, helemaal goed. Ik kan me voorstellen dat jouw betoog toch nog wel wat vragen oproept in de zaal. Daar hebben we op zich wel beperkte ruimte voor. Okay. Is er iemand die zegt van, nou, ik wil aan meneer Schoenmakers, wil ik echt, nou, ik heb de meest prangende vraag, die wil ik echt stellen. Goed. Ah, gelukkig. Marcel, dan komt de microfoon naar je toe. Ja, nou, mooi betoog. Ik ben ook benieuwd naar het boekje. Ik ben zelf wethouder in Tilburg. Wat ik eigenlijk niet hoorde in uw verhaal over de spelers in het spel, is de Griffie en de Griffier. Ja. Is dat op een of andere manier ook in de gesprekken naar voren gekomen? Ja, zeker. Heel belangrijk, dit waren de hoofdlijnen, maar de Griffie komt in het onderzoek, maar ook in de gesprekken die we hebben gevoerd daarna, echt wel naar voren toe als een belangrijke partner. Zeker als er een goede werkrelatie tussen de burgemeester, de griffier en de secretaris, kan een hele gemeente daar voordeel bij hebben. En dat kan gaan van kleinere punten, hè, tot hoe is nou de werkgeversrelatie, hoe is het met de ondersteuning van de gemeenteraad in technische of in andere zin. Maar het kan ook heel veel andere onderwerpen hebben. Toen wij een crisis hadden gehad, vorig jaar in Gouda, heb ik met de griffier een heel plan bedacht. Hoe we de verhoudingen in de gemeenteraad weer wat zouden kunnen verbeteren. En dat heeft mij enorm veel gebracht. Om er samen over na te denken. En samen te denken hoe we dat nou zodanig zouden kunnen brengen bij de raad dat het ook zou lukken. Hè? Want die verhoudingen waren echt wel wat verhard. Dus daar in die relatie met de griffier is echt van wezenlijk belang. Zeker. Oké, dankjewel. Nog iemand? Nee? De zaal van wethouders er geen vragen. Ja, dat was al. Ook niet uit Zeeland, toevallig? Nee? Mooi. Nou ja, daar rest mij niks meer dan je te bedanken. We hebben de bosse bloem maar even aan deze kant gezet. Ik heb wel begrepen dat je, niet alleen de minister is nu een ambassadeur van de wethoudersvereniging geworden, maar volgens mij ben je dat zelf dan ook wel een klein beetje. Mogen we je daarvoor ook inzetten? Ja, nou, als bedankje daarvoor krijg je dan in ieder geval een bos bloemen. En nog een leuk aandenken. Dankjewel. Laatste vraag, laatste prangende vraag zelfs. Ben je nog 10 minuten hier? Ja. Ja, voor zeg maar de verhalen van de wethouders uit Hilversum, Leiden, Valkenswaard, et cetera. Ik blijf even luisteren. Ik hoopte op een kopje koffie toen ik binnenkwam. Dat ging even niet door, maar ja, misschien drink je die zo meteen nog wel even. Ja. En dan blijf ik nog even luisteren, ja. Gaan we goed maken. Nogmaals applaus voor Milo Schoenmakers.